Ja, we hebben ook een aantal vragen rond dit punt. In die zin dat het aantrekken en het behouden van hoger onderwijs in Oostende al in ons verkiezingsprogramma stond in 2012. Dat was een van onze actiepunten. Dus we vonden het eigenlijk wel wonderlijk dat dit hier aan bod kwam en op deze manier geformuleerd werd. We hebben ook meermaals al aan de alarmbel getrokken. We hebben gezien dat verschillende opleidingen al weggetrokken zijn uit Oostende. Industrieel ingenieur bouw. Industrieel ingenieur elektronica, elektromechanica, de professionele bachelors elektronica, elektromechanica van het toenmalige KHBO zijn allemaal weg. En wij hadden eigenlijk ook al een aantal keer aangegeven dat de stad Oostende het toegelaten heeft dat Brugge zich geprofileerd heeft als de stad voor hoger onderwijs in Noordwest-Vlaanderen. Dus wij vragen ons nu af wat de bedoeling is van dit punt. Wij steunen die uiteraard, omdat wij denken dat het zeer belangrijk is om jonge mensen in Oostende te houden, om ze hier ook perspectief te geven, om ze ook op een of andere manier naar de werkstelling toe zoveel mogelijk te gaan betrekken. Maar denkt of hoopt of wil de stad met dit punt hiermee de heersende trend doorbreken? Is dat de bedoeling? En een tweede vraag dan ook, geloven jullie dat dit nog kan? Is het niet een klein beetje vegen na Pasen en is dit niet te laat? Ja, ik vraag mij nu gewoon af als een motie, als deze motie dit in gang kan zetten, dat Hoog West al meteen contact opneemt, dat ze bereid zijn om in gesprek te gaan, waarom dat zo'n initiatief niet vroeger genomen geweest is. We gaan het verleden natuurlijk niet terugdraaien, maar ik heb daar toch wat vragen bij. Waarom precies nu en waarom niet daarvoor? En daarboven zou ik ook willen vragen om dan misschien een stuk verder te willen gaan, als we dan toch die weg gaan inslaan die wij eigenlijk al jaren aan een stuk proberen te bepleiten. Dan zou ik eigenlijk willen vragen dat we ook als stad niet enkel deze richting proberen hier te houden en niet enkel maar met de gezondheidswetenschappen proberen om daar een bloeiende richting van te maken, maar dat we ook proberen om actief andere opleidingen te gaan aantrekken, terug te gaan aantrekken misschien in onze stad. Omdat het wel zeer belangrijk is, denk ik, zeker met onze demografie, dat we voldoende diversiteit hebben in opleidingen, dat we voldoende aanbod hebben. Hoog West roept schaalgrootte in om de opleiding naar Brugge te trekken. We moeten maken dat die schaalgrootte ook in Oostende terug te vinden is, als we deze weg effectief actief zullen gaan inslaan. Inhoudens. Ja, ik ga u eerst en vooral twee keer geruststellen. Ik ga niet meer over het verleden praten. Ik heb dat daarnet gezegd. Het is wel belangrijk dat we daar rekening mee houden dat dat allemaal gebeurd is. Dus dat is wel een bedenking of een vraag. Ik zal u ook geruststellen aan het feit dat ik de schepen niet zal interpelleren, want het blijft maand na maand altijd oorverdovend stil aan de overkant als we vragen stellen aan de schepen, nu daarnet opnieuw. Dus ik zal mij daar zelfs niet meer aan riskeren, want het antwoord zal wellicht toch uitblijven. Maar een andere vraag, en een vraag die ik daarnet ook stelde, maar die ik misschien wel concreet wil maken direct. Ik vroeg u daarnet ook om misschien ook wat meer initiatieven te nemen die nog verder gaan dan deze motie. En daar misschien ook wat draagvlak voor te hebben, want ik denk dat het inderdaad mag duidelijk zijn dat u voor dit punt een zeer breed draagvlak hebt. Maar ik denk dat het misschien ook wel belangrijk is om nog verder te gaan investeren in het actief aantrekken, opzetten van andere opleidingen. Ook de opleiding professionele bachelor bouwkunde bijvoorbeeld staat op de helling in Oostende. Weet u daar iets van? Weet u of die zal wegtrekken? Is daar al initiatief genomen om te onderhandelen? Ja, ik stel de vraag in het ijle in de hoop dat er een schepen misschien van iets zal antwoorden of de voorzitter. Maar het is wel een bezorgdheid waarmee ik niet wil zeggen dat we deze motie niet steunen. Zoals daarnet ook gezegd, ik denk dat er daar een zeer breed draagvlak voor is. Maar de bedenking blijft wel too little too late.